2018 zou een jaar worden met veel volatility, veel bewegelijkheid. En dat hebben we gekregen, maar vooral in december. December was een maand van extremen waarin veel records gebroken zijn qua bewegelijkheid. Het was de slechtste dag voor kerst op de beurs in Amerika ooit. En het was de beste tweede kerstdag ooit. Om maar eens een paar van de records te nemen. December was de slechtste beursmaand sinds 1931. Enzovoort. Maar dat komt vooral omdat er heel weinig bewegelijkheid is en dat vooral politiek dat in beweging heb gezet. Wat dat betreft is het ook duidelijk uitgekomen, die bewegelijkheid. En het is ook logisch dat flow traders als een aandeel wat daar bij uitstek van profiteert, niet voor niets het beste aandeel is geworden van 2018. En terecht, denk ik, want die verdienen er tenminste aan. Voor het komend jaar mogen we hopen dat die bewegelijkheid wat minder zal worden, want voorlopig hebben we daar wel even genoeg van gehad.